En het was afgelopen zaterdag 25 mei, precies een jaar voor de volgende algemene, vrije en geheime verkiezingen in Suriname. De regeringspartijen VHP, ABA, PL en PRO kozen deze dag uit om de kiezers ervan te overtuigen hun meer zetels te geven om in het machtscentrum te komen. Maar voorzitter Brunswijk, voorzitter Somohardjo, met actie uitleiders die zien, u hoort akkonderen naar koers. Want wat wij willen, we willen een vredelievend samenleving. We willen een Surinamer voor alle Suriname, ongeacht uw etniciteit. Want dadelijk te wotekie, daarom durf ik niet eens te praten over oil en gas. Want met een verdeelde samenleving zijn we niet in staat om ontwikkeling te brengen in dit land. En vandaar dat ik oproep, laten we met liefde elkaar bejegenen. Al in de vooravond begonnen zaterdag de activiteiten in het hoofdkwartier van Partija Luhur te Beekhuizen. Waar de PL aanwezig is, is ook de geel-zwarte partij te zien onder leiding van voorzitter Ronnie Brunswijk. De boodschap was duidelijk en dat is dat de campagne gestart is om winst binnen te halen. De ondervoorzitter van de PL, Bronto Somohardjo, benadrukte zoals alle andere sprekers dat de sociale kracht van de partij het fundament is om elke Surinamer de kans te geven vooruit te komen. Waar kies je voor bij de volgende verkiezing? Het is simpel. Broeder Dave, gaan onze mensen kiezen voor een kapitalistische partij? Dat wil zeggen de rijkdommen van het land behoren tot de elite en wij volk krijgen kruimels? Of gaat het volk kiezen voor een socialistische partij als de ABOM en de PL die zegt de rijkdommen van het volk behoren tot ieder? Ik hoor sommige politici zeggen, ze willen 20 zetels, 30 zetels, 40 zetels. Als het kon, zouden ze ons 100 zetels vragen. Maar de vraag is, gaat u kiezen voor een partij die niet wil samenwerken of kan samenwerken? Of gaat u kiezen voor Partijen hoor? Aan de meester Jagannath Lachmanstraat in het VHP partijcentrum De Olifant werden de kiezers ook bemoedigd om de Oranje Partij meer zetels te geven, zodat zij het land alleen kunnen regeren. Volgens partijprominenten heeft de VHP op verschillende momenten gezorgd voor ontwikkeling van Suriname. Na het opruimen van de financiële puinhoop is het tijd dat de samenleving de vruchten plukt en vooruit gaat. En wij gaan door. We gaan door met die inzet. VHP is de partij voor de toekomst. VHP is de partij die inderdaad verantwoordelijkheid kan dragen. VHP is de partij inderdaad die voorspoed kan bieden. Ook de politieke partij PRO had een activiteit zaterdag. Alhoewel het niet een groot evenement was, hadden ze een duidelijke boodschap. Zeker willen we af van etnische politiek. Dat heeft de voorzitter ook een aantal keer benadrukt. Want het is de etnische politiek dat ontwikkeling tegenwerkt. We zijn allemaal één en de Partij voor Recht en Ontwikkeling streeft natuurlijk naar eenheid en gelijkheid. Dat onze natuurlijke hulpbronnen niet op de manier worden uitbesteed zoals dat nu gebeurt, maar dat het allemaal gebeurt in belang van land en volk en voor land en volk.